Feyenoord-voetballer Kazim Richards heeft er zelf nog niet op gereageerd, maar de Engels-Turkse aanvaller is iets heel bijzonders overkomen. Er is een kalf naar hem genoemd en niet zomaar een kalf, eentje met 6 poten. Vorige week werd hij geboren bij een boer in Nieuwerbrug en Telegraaf TV ging vandaag op kraamvisite. Nou, ik zal hem even laten zien. Kijk, hier zit ons schattige kalfje Kazim genaamd. Je zal zeggen dat het bijna vleugeltjes zijn. Nou, hij vindt het wel leuk even buiten hoor. Wat dacht u toen u hem voor het eerst zag? Ik denk, wat hebben we nou aan de fiets hangen? Ik denk 4 poot. Nee, het zijn er 6. Dus ik denk, nou, surprise, surprise. Dat is zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. Dus. Maar ja, hij maakt het verder heel goed en hij groeit. En ja, heel fantastisch. Hoe heet hij? Kazim. Ja, ja, ja. Mijn zoons zijn Feyenoorders. Dus hij dacht, nou, die kan goed scoren. Dus dat kent deze Kazim zeker. Met zijn 6 poten. Goedjes wassen. Of het nou een soort siamese geweest is en dat het de rest afgestorven is of het een het ander. Dat, nee. Maar hij heeft er gelukkig geen pijn aan. En ja, hoe het verder met hem gaat lopen, dat zullen we wel zien. Dus, misschien wordt het een mooie circusattractie of zo.